Hallo en leuk dat je kijkt naar deze kletsvideo, deze praatvideo. We gaan vandaag evalueren op de vakantie. Succes! Gewoon een vinkje, meer niet. Nee, het was fantastisch. We gaan terugkijken naar iets heel moois. En voordat we daarmee beginnen, wil ik eerst een foto laten zien om jullie een beetje op te warmen voor het tweede gedeelte van de trip. En hou je vast, want dit wil je zien. Kijk eens even. Als je in zo'n achtbaan stapt. En misschien ga ik nog niet het park verklappen, maar dit is een van de achtbanen die we gaan doen. Kijk even naar dat absurde uitzicht. Dat kan in één land. Dat kan in één fantastisch park. En wij gaan het bezoeken, dames en heren, met deel 2 van onze trip richting Oostenrijk. Jawel, het is een achtbaan in een pretpark genaamd. Ik ga het gewoon zeggen, Familienland. Familien. Ja, met een N erachter dan. Maar ik ben benieuwd. We gaan heel veel dingen doen. We gaan heel veel unieke dingen doen. En we hebben ook heel veel unieke dingen gedaan. Want we zijn natuurlijk naar Auschwitz geweest. Nou, dat was natuurlijk een hele emotionele rollercoaster. Om het even kort en krachtig te zeggen. We hebben een zoutmijn bezocht. 130 meter onder de grond. Wat ook echt een unieke ervaring was. En waar je nog het zout kon proeven aan het eind van de dag achter in je keel. We gingen natuurlijk naar heel veel pretparken. We hebben unieke attracties gedaan. We hebben hele leuke shows gezien. We hebben een nieuw land gezien, namelijk Polen. En we hebben... belangrijk, het allerbelangrijkste. We hebben het naar ons zin gehad. Dat is het allerbelangrijkste. En jullie hebben het gevolgd via de video's. En natuurlijk hebben wij ook backstage, dus eigenlijk niet gefilmd, hebben het ook heel erg naar ons zin gehad, uiteraard. En ik zou het zo weer willen doen. Absoluut. Het was ontzettend mooi. En Hessel is gewoon een trouwe kameraad, een trouwe vriend en de beste, fijnste gozer waar je mee kan samenwerken met dit soort dingen. Als collega, maar vooral als vriend. En ja, het was gewoon weer een heerlijk uitje. En Hessel is echt een bikkel. Die jongen, en ik slijm niet, het is gewoon een feit. Die jongen die kan zo ontzettend aandachtig autorijden voor lange, lange periodes. Ik doe het hem niet na. Ik heb ook wel eens op een dag 6 uurtjes gereden. En dan een hele dag pretpark. Dat ik s'avonds wel gaar was. Maar door de adrenaline, door lekker met elkaar te praten. Door ook gewoon de energie die je krijgt van zo'n park. Krijg je het voor elkaar om dat te halen. Krijg je het voor elkaar om gewoon op het einde van de avond gewoon nog wat energie over te hebben. Maar Hessel heeft natuurlijk al 25 uur gereden. In een week tijd. In een korte periode. En we gaan natuurlijk nu ook weer rijden. Maar Oostenrijk, het tripje deel 2, wordt iets minder autorijden. Maar wel nog steeds heel veel dingen zien. En we gaan uiteraard ook naar Europa Park. Dat is wel een soort van, ja, een highlight ook wel. Met uiteraard het nieuwe Oostenrijkse gebied. En toevallig Oostenrijk, heel toevallig. En natuurlijk Voltron, de nieuwe achtbaan die daar sinds kort is geopend. We gaan ook, of ik ga, het is 5 of 6 jaar geleden dat ik in Rulantica ben geweest. Ik denk zelfs 2018 of zo, nou zoiets, ik weet het niet meer. Lang geleden. Toen ben ik in Rulantica geweest en daar ga ik nu een keer naartoe. Want er zijn heel veel nieuwe glijbanen, vernieuwingen, buitengebied is nieuw. Er is ook een waterattractie bijgekomen. Dus ja, weet je, het wordt tijd voor weer een nieuwe, frisse duik. Letterlijk en figuurlijk in dit park, in Rulantica. Nou, en ook natuurlijk heel erg trots dat ik ook een samenwerking heb met Rulantica. En althans met Europa Park ook. En wij maken dan weer een leuke review. En ik vertel gewoon wat statistieken. We hebben meer dan 1400 beelden geschoten. Dan heb ik het over 2 verschillende GoPro's. 1 van mij, 1 van Hessel. We hebben het over de drone van Hessel. En we hebben het over de handycam beelden. En dat is in totaal bijna 160 gigabyte aan camerabeelden. Nou, en al die bijna 1400 shots moet ik allemaal gaan monteren. En dat doe ik in de loop van de weken. En ja, weken eigenlijk. Want over een maand ga ik alweer op pad met Hessel. In juli gaan we vertrekken. En we konden eigenlijk het tripje niet eerder plannen. Omdat ik naar TwitchCon ga. Ik heb nog een concert van Guus Meeuwis. Ik ga waarschijnlijk ook nog naar de Comic-Con. Dus ja, weet je, al die dingen die dan ertussen vallen. Het was al gepland. Ik had die kaartjes van Guus Meeuwis al maanden geleden. Dus ja, en die TwitchCon kaartjes, dat is iets te duur om af te zeggen. En ook veel te leuk om af te zeggen. Dus vandaar dat we het hebben opgeschoven. Hessel heeft ook zijn werk, moest ook vrij vragen. Dus ja, je zit daar een beetje mee in de knoop. Maar het is gelukt. Juli doen we deel 2 van de trip. En eigenlijk doen we altijd maar 1 tripje. Maar nu hebben we gewoon dat we 2/3 van de maand, dus bijna 20 dagen, volop 20 dagen, weg zijn om park te bezoeken. Om hele leuke nieuwe dingen te zien en te gaan ervaren. En ik moet je eerlijk zeggen,
Dat hebben we ook zeker gedaan, vooral in Duitsland met Serengeti Park. Je gaat het allemaal voorbij zien komen, maar geloof me, die reviews, ik ga kijken of ik ze weer kan verbeteren met de editing. Ik kan kijken of ik ze weer mooier kan maken. En mede door natuurlijk de drone shots, want we hebben ook heel veel dronebeelden gemaakt over het park heen. Nou ja, je mag natuurlijk niet over het park heen vliegen, maar buiten het park en met wat inzoomtechnieken kan je natuurlijk al heel veel zien. Dus op die manier hebben we dus veilig en met afstand, in dit geval met afstand, hebben wij dus dronebeelden gemaakt van de parken. Om dus de video zodanig te variëren, maar ook te verbeteren en te professionaliseren. Zo, wat een mond vol. Maar wat ook een mond vol was, was natuurlijk gewoon de reis, want we hebben zoveel gezien, maar ook zoveel parken ontdekt. We hebben zelfs twee parken geschraapt. Mayaland hebben we geskipt. Omdat we gewoon geen tijd meer hadden. Het was gewoon te kort tijd. En Zaterland hebben we ook geskipt. Omdat we het te leuk hadden in andere parken. En we wilden ook niet overhaastig gaan doen. Dus we hebben twee parken geschrapt. Maar wel gezegd dat we die later misschien nog meepakken. Maar het zijn voornamelijk kinderparken. Met hele kleine kiddie rides. Dus ja, weet je, dan moet je toch een keuze maken. Gaan we meer aandacht besteden en prioriteiten stellen op de grote parken en de grote jongens. De achtbanen, dark rides, de grotere attracties. Gaan we daar meer de focus op leggen? Of gaan we toch dat afknappen of korter maken? En dan toch ook nog naar zo'n kinderpark. Nou, we hebben dus twee van die familieparken. Ik wil niet zeggen dat het kinderparken zijn, maar familieparken hebben dus geskipt. En ik heb er geen spijt van. Nee, Hessel stelde het ook zelf voor. En ik had ook zoiets van, waarom niet? Waarom moeten we ze bezoeken? Kijk, het is leuk. Het is heel tof dat we hebben gezegd van, ja, we gaan 20 parken gaan we bezoeken in 2 korte vakanties. Maar het is eigenlijk insane dat je gewoon op een aantal dagen gewoon 2 pretparken op een dag moet bezoeken. En ik hou mijn hart een beetje vast. Want bij deel 2 is het namelijk zo dat we ook nog heel veel parken 2-in-1 moeten doen. Dus bijvoorbeeld een pretpark overdag en 's avonds zitten we in Rulantica. Is natuurlijk wel lekker dobberen. Maar dan moet je voorstellen, als wij dus in de avond in Rulantica zijn, dan hebben we al een hele dag pretpark achter de rug. Dus het zijn wel lange dagen en dat heb ik gemerkt in mijn vermoeidheid. Dat kan je ook zien aan me en aan de vlogs. Ik ben, nou ja, vooral mijn ogen, wallen onder mijn ogen, kleine oogjes. Ik ben gewoon heel erg moe. Ik heb bijna van de, laten we zeggen, 7 dagen, heb ik 5 niet goed geslapen. Dus ja, op een gegeven moment, als je dan geen goed ritme hebt en je gaat elke keer wakker worden. Ik werd echt 5-6 keer wakker per nacht. En je staat heel vroeg op, rond 6 uur. Dan zit je er niet doorheen. Want de energie die je krijgt van de parken en de prikkels en de spanningen, de G-krachten, die houden je wel heel erg energievol, hè, energierijk. Maar het is toch, als je s'avonds in zo'n huisje komt, een inkakmomentje. En dat hoort erbij. Maar ik word goed opgevangen door Hessel. En ik hoop dat ik dat ook bij hem doe. En wij hebben gewoon een hele mooie vakantie gehad. En laten we nog even die foto erbij pakken. Want dit is wat er allemaal aangekomen. Ik moet gewoon zoveel shots gaan maken. Ik moet zoveel camerabeelden gaan maken van deze achtbaan in familieland. Want dit is gewoon zo mooi. Dit ziet er zo vet uit. Ik ben echt hyped. En Oostenrijk. Ik heb natuurlijk alleen Wenen gezien dit jaar. Ik ben voor het eerst in Oostenrijk geweest dit jaar. En in plaats van Wenen, de stad, ga ik nu eindelijk gewoon de gebergte in. Dus echt gewoon die enorme landschappen zien. Nou, dat is natuurlijk echt wel een prachtplaatje. Alsof je denkt van, ben ik nu naar een greenscreen muur aan het kijken? Of is dit echt? Dit is echt. Ik kan mezelf knijpen. Ik ben hier momenteel tussen de bergen aan het filmen, plezier hebben. En ik neem jullie mee op de reis. En jullie hebben dat ook gedaan met het kijken naar de video's. Want we hebben absurd veel views gekregen. Nou ja, het is natuurlijk nog steeds weinig. Hè? 6.000 vergeleken met 81.000 subs. Maar geloof me, qua statistieken is het wel veel meer bekeken dan vorig jaar. Voor mijn gevoel. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te kijken. Nou, blijkbaar wel heel veel leuke positieve reacties. Daarmee wil ik jullie ook ontzettend bedanken voor het kijken naar die video's. Dankjewel, shout out naar jullie. En jullie weten natuurlijk dat ik daar gewoon commercieel gezien geld mee verdien met het kijken. Als jullie kijken naar die video's, dan verdien ik daar geld mee. En dat geld kunnen we lekker gebruiken voor de vakanties. En ja, weet je, dat is mooi, want
Ik krijg het geld binnen en ik spend het gelijk weer uit aan weer mooie dingen die we gaan bezoeken. Dat is voor mij leuk, maar ook voor jullie, omdat ik jullie meeneem op reis met ons tweeën. Dus eigenlijk ben je gewoon een soort van de koffer. Jij speelt de koffer, ja. En wij nemen jou mee. Ja, nou ja, neem dan wel koekjes mee en wat andere leuke dingen die in de voor de bagage, want dan hebben we er ook nog weer wat extra's van. Nee hoor, geintje. Nee, maar jij bent de koffer, wij nemen jou mee. En het wordt vast en zeker weer leuk op deel 2. Wat wij allemaal gaan krijgen in de loop van de weken is gewoon weer wat gameplay video's, wat pretpark video's. Ik zal nog weer wat gaan opnemen. Maar zaterdag komt al de Waarbeek video. En ik ga kijken of ik dus aankomende woensdag, dus over 2 dagen al, de Toverland video online kan gooien. Ja, want ik ben dan gisteren ben ik in Toverland geweest voor een meet and greet. En natuurlijk ook een hele leuke dag tijdens de YouTubers X Toverland Fan Day. Hè, of Toverland X YouTubers, geloof ik. En dat is een jaarlijks evenement wat ontzettend leuk is. Gewoon een hele goede sfeer. Hele leuke mensen komen daarop af. En die komt dus woensdag online. Dus houd het in de gaten. Allemaal pretparken. Ze komen allemaal 1 voor 1 voorbij. En ik ga mijn best doen om zo'n mooi mogelijke vlog, een review te maken voor het kanaal die geüpload wordt op elke zaterdag. Nou ja, vond je dit nou ook een leuke video? Dan mag je natuurlijk een duimpje achterlaten. Maar je helpt mij enorm. En natuurlijk ook stiekem ook wel Hessel met het abonneren op mijn YouTube kanaal. Mocht jij nog niet geabonneerd zijn, help mij daarmee. Misschien heb je wel een vriend, vriendin of neef of familie of oom of tante of opa of oma of een achternichtje, noem maar op. En misschien willen zij wel helpen met abonneren, want dat zou ontzettend helpen met de weg naar 82.000 gewoon. Ongelooflijk. En daarmee steunen jullie ook gewoon alle video's natuurlijk. Want ja, die worden waarschijnlijk dan meer bekeken, omdat iedereen zo'n hele toffe alert krijgt. En dat helpt ons weer met toekomstige reizen. Zo moet je het een beetje zien. Nou, in ieder geval, tot snel. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doeg!